Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering. En dit keer met het ongeluksgetal dag 13, nummer 13, vakje 13 van de Lego City Adventkalender. Ja, het is een ongeluksgetal uit 13, dat zegt men. Slaat eigenlijk helemaal nergens op. Toen kwamen er ook films zoals Vrijdag de 13e, Friday the 13th, Ja hoor, spannend hoor, echt een horrorfilm. Gewoon op kerst kijken, op Vrijdag de 13e. Ik weet ook niet of het nu gewoon vrijdag de 13e is, maar maakt het uit. Het is de 13e. We gaan hem openen, in ieder geval in de Lego City Adventkalender. Dus ik ga even zoeken naar vakje nummer 13. Bovenaan zit hij. Nummer 13. Brengt dat ook ongeluk als hij bovenaan zit? Maar als hij onderaan zit, was het misschien ook wel ongelukkig. Want onderaan, aan de boven is de top. Dus misschien dat ze het expres vakje 13 aan de bovenkant hebben gedaan. Hey, misschien zit er wel een hele theorie zit eraan vast, weet je wel. Dat kan. Ik ga hem openen. Zo. Hoppakee, en er zit weer een zakje in. En dit keer is het een poppetje. Het is een poppetje, die hebben we lang niet meer gehad eigenlijk inderdaad. De poppetjes, de lege poppetjes. Daar zit hij in hoor. Verschrikkelijk leuk. Nou, dan ga ik kijken naar het vakje. Wat staat erop? Er staat een mannetje. Ik heb het nog niet zelf gezien, wat is het eigenlijk? Het is een meneer en die heeft een walkie-talkie. En hij kijkt boos. Ik zei het toch, ongeluksgetal. Gewoon een ongelukkig mannetje is het. Aan alle mannetjes die ik heb, dan hebben ze al die handjes of die armpjes hebben ze al in dat Lego poppetje gedaan. Die hebben ze al erin gedaan. Terwijl, bij sommigen, dan moet je die handjes zelf zoeken. Dat zijn hele kleine onderdeeltjes en die moet je er gewoon inzetten, zeg maar. Maar hier hebben ze het al voor je gedaan. Dus ja, tijdbesparend dit natuurlijk, hè? Dat snap je wel. Meestal hoef ik niet echt te kijken hoe het mannetje eruit ziet. Want meestal is het gewoon een broekje aan. Hoppakee, is het een hoofdje, is het erop. Hoppakee, nou daar heb je al bijna het hele poppetje. Dan krijgt hij ook een helmpje op, of een petje in dit geval. En een walkie-talkie, nou daar kan ik twee dingen aan vastmaken. Dat is een rood lampje aan de bovenkant. Zo, het is gewoon klikken en klaar. En dan nog zo'n soort van antenne. Die laten we aan de bovenkant zitten, dat moet ook, bovenkant zo. Hoppakee, en dat mannetje moet hem vasthouden. Misschien maar beter dat we er ook snel vanaf zijn van 13. Het was een poppetje met een walkie-talkie. En hallo? Vincent voor aarde, over. Nee, maar een poppetje. Ik weet nog steeds niet wat het precies is. Het is een mannetje en misschien regelt hij alles. Misschien zo'n soort bouwvakkertje of zo, weet ik veel. Maar wat heeft hij op de achterkant? Kijk, al was het nou een kerstman of zo. Of iets, in ieder geval een elfje of zo. Ik doe maar wat. Of een goblin. Nou ja, dat is wel heel gek. Of een mannetje of de hoofdpersonage uit Home Alone of zo, weet je wel. Het maakt even niet uit, maar in ieder geval, dan was het logisch. Maar ik krijg gewoon een random mannetje of zo. Nou, oké. Okay. Misschien regelt hij hoe de sneeuw moet verwijderd worden en zo. Met grote scheppen of zo. Ik weet het niet. We verzinnen wel wat. Dit was vakje 13. Zeker weten, een klein beetje een ongeluksgetal. Poppetje was ook niet echt een gelukje. Meer een ongelukje. Ja, dit was de video. Oh, wacht. Dit is natuurlijk het voorbeeld. Oh. Jongens, hier zie je... Oh, dit zijn spoilers. Al die tijd zijn dit spoilers. Dus hier gewoon zeg maar wat iedereen doet. En ja, dit mannetje werkt met die. Want hij heeft een soort van... Weet ik veel wat hij in zijn hand heeft. Een schep of iets. En hij heeft een walkie-talkie. En hier heb je mensen aan het schaatsen. En oké. Okay. Oh. Oh, wacht eens even. Dus deze ondergrond is zeg maar deze foto. En dan moet je zo dat bouwen. Ik ben wel slim af en toe. Ja.